Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 48 hier in Singapore. Heb je de vorige aflevering in Italië gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We scoorden daar een 1-2'tje en namen weer verdere afstand van Mercedes in het constructeurskampioenschap. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En Valtteri Bottas stopt na het einde van dit seizoen. Ander leuk nieuws, we kunnen vandaag wereldkampioen worden bij de coureurs en de constructeurs. Dat zou wel heel vet zijn. Dus ja, laten we op naar de kwalificatie. Even snel tussendoor, we hebben Mercedes verslagen bij de research en development progressie. Dus we zijn nu het te kloppen team. Kijk maar, daar zie je dus de lijn stijgen en stijgen. Tot nu toe een heel goed seizoen verlopen. En dan gaan we ons opmaken voor de kwalificatie hier in Singapore. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Q1 verloopt dus. Maar dit is een circuit waar ik vooral zorgen om maak tijdens de wedstrijd. Want de kwalificatie verloopt gewoon meestal goed. Maar het is gewoon in de wedstrijd dat ik het gewoon hartstikke moeilijk heb. Dus dat belooft nog wat. Goede tractie uit die tweede bocht. Geen wielspin. Maar het kan daar wel zomaar gebeuren. Hier gewoon mooi binnen de lijntjes gekleurd. Bottas zet een 1.38.3 neer. En wij zetten een 1.35.9 neer. Dat is goed om door te kunnen komen naar Q2. Op een verse set softbanden natuurlijk. Russell is ook gewoon door. En tussen mij en George loopt nog voor het WK. De beide teamgenoten van mijn team vechten dus gewoon om de wereldtitel. Albon zet een 1.37.3 neer. Wij hebben hier een beetje last van Kevin Magnussen. We gaan hem wel mooi voorbij. Snijden er ook een beetje een bocht af, maar het is geen probleem. En dat brengt ons toch nog naar P1 met een 1.34.906. Dat is goed om door te kunnen komen naar Q3. De top 10 shout-out heet het volgens mij. En kijken waar dit rondje ons gaat opbrengen. Ik denk gewoon een P1. Maar we moeten nog even zien. Want George Russell zit er denk ik gewoon bij. Paars in sector 1, dat is goed om te zien. Einde van deze eerste run. We krijgen een track limits waarschuwing, maar dat is helemaal geen probleem. Bottas zet een 1.36.405 neer. Wij komen op een P1 terecht met een 1.34.595 volgens mij. En Russell zit er maar 51.000ste eronder. Dus dat is nog spannend. Tussen mij en George Russell. We pakken een verse set van de softbanden. Om er gewoon nog uit te gaan. Om die eerste plek te verstevigen. Iedereen komt zometeen over start-finish. Voor zijn laatste run. En wij gaan dus onze laatste run in. 14e al onder onze eigen tijd. Dat is goed gedaan. Paars in sector 1. Groen in sector 2. Russell is naar P2 op 51.000ste. Hamilton naar P3. Bottas naar P4. Leclerc naar P5. Wij komen onder de tunnel door. En gaan onze ronde verbeteren. Met ongeveer een 10e hoop ik. Nou, dat valt nu in duigen. Want het is rood. Maar we pakken hem hier terug. En winnen maar een paar duizendste op onze tijd. Maar het is nog steeds de pole position. Dat is goed om te zien. And with qualifying complete,
Op een tiende van George Russell, want die mist hem. We pakken de pole position. Weer een 1-2'tje op de startgrid. Dat is goed om te zien. Een uitstekende uitgangspunt voor het WK wat vandaag al beslist kan gaan worden. Hier in Singapore. En dan gaan ze opmaken voor deze beslissende wedstrijd. Hier in Singapore natuurlijk. We starten vanaf pole position Russell naar P2. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 48. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging Grand Prix. It's a 3.1 here at the Marina Bay Street Circuit, with 47% taken at full throttle. It's hot, humid, and bumpy around the 13 lefts and the 10 rights of mostly slow corners. But we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Charles Leclerc and Vettel, Verstappen, Sainz, Albon and Lando Norris, Kvyat, Perez, Esteban Ocon and Magnussen, De Vries, Giovinazzi, Pierre Gasly and Roman Grosjean, Latifi, Matsushita, Delatraz and Lance Stroll brings the grid to a close. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Een top 10 finish is dus het doel. Deze vorm moeten we vasthouden. We starten dus vanaf pole position in deze beslissende ronde van misschien wel seizoen 4. Het wereldkampioenschap kan vandaag beslist gaan worden. Stel dat Russell een hele pechrace heeft. Het zou zomaar kunnen. Dan zijn wij gewoon wereldkampioen bij de coureurs. Maar ook bij de constructeurs. We kunnen vandaag gewoon de dubbel pakken. Extra face dus. De strategie is soft, medium, medium. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Het wordt een hele lange wedstrijd. Bijna een uur lang. Dus ja, daar gaan we dan voor F1 2020 My Team Career Mode aflevering 48. Hier in Singapore. En we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg van de lijn. Russell naar P2. Bottas heeft een slechte start gehad. Maar die pakt die P4 weer terug van Charles Leclerc. Ik zie het in mijn linker beeldscherm. Linkerkant van het beeldscherm. Dat die twee aan het knokken zijn. Maar wij behouden nog steeds de leiding. Momentje overstuur. En misschien kan George Russell hier wel een aanval wagen. Nee, maar Lewis Hamilton rijdt wel dichter naar George Russell toe. En we noteren paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Net niet die muur geraakt, was daar wel heel erg kloot. Maar gelukkig niks beschadigd. Ronde nummer 3. En Russell zit te kijken voor een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Hij heeft ook datzelfde racerondepunt in handen. Maar hij kan niet aanvallen, want hij zit te ver weg. 14e is het gat. En we gaan ronde nummer 4 alweer in. Het gat van 14e is nu 18e geworden. Bottas en Leclerc op die medium band. Hamilton, mijzelf en Russell dus naar die soft banden. Iedereen nog steeds in de wedstrijd. 22 man op het circuit. Dat is goed om te zien. De pitstop is dus veranderd. In ronde nummer 7 duiken we naar binnen voor de soft, medium, medium. Dus we gaan dus naar de medium band. Dat is dus de strategie. Dus over 2 ronden komen wij naar binnen. Ik denk dat George Russell in ronde nummer 6 naar binnen komt voor die medium band. Hij gaat dus een undercut proberen op ons.
Want hij zit maar een 17e achter ons dus. En de undercut kan hier wel heel goed werken. Dat hebben we in real life meegemaakt met Sebastian Vettel en Charles Leclerc bij Ferrari. Toen dook Vettel als eerste naar binnen toe. En toen kwam hij terug als leider in de wedstrijd. Dus wie weet kan George Russell hier misschien wel een gigantische slag gaan maken voor de leiding. Aan de andere kant willen wij ervoor zorgen dat wij deze leiding behouden. Net niet die muur geraakt, want het was wel erg close. Ik hoorde gewoon ook de band tegen de muur aanschrapen. En mijn rechter voorband heeft het zwaar met deze temperaturen op het circuit. Russell zit nog steeds te kijken. En in ronde nummer 7 duiken wij naar binnen. Valtteri Bottas neemt de leiding over. Charles Leclerc naar P2. Russell is dus naar binnen geweest, maar hij zit in verkeer vast. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. En ook Hamilton en Vettel zijn naar binnen geweest. Norris rijdt door. Ook Danique Fiat rijdt door. 1,8, een hele snelle pitstop. Dat is goed om te zien. Maar we komen wel achter George Russell de baan. Sebastian Vettel laat de snelste raceronde noteren. We komen terug op P15. Sorry, P16 zelfs. P17? Nee, sorry, P16. Want Lewis Hamilton kon die aanval niet afmaken. Vettel dus voor ons. Hij zit in de schraven sandwich. Omdat George voor Vettel rijdt. We hebben hier meer snelheid dan de Duitser. En vallen ook al gelijk aan bij hem. Aan die binnenkant gezet. P15 is van ons. Alsjeblieft, zo doen we dat. Goed gedaan. Daar hebben we dan George Russell. En die kunnen we hier aanvallen aan de binnenkant. Dat doen we mooi. En Matsushita is hier de volgende. Jazeker, die is hier de volgende. En iemand dook daar naar binnen toe, maar ik weet niet wie. P12. En Matsushita blokkeert Russell. Dat is goed om te zien, want wij kunnen daardoor wegrijden. De volgende heet Louis Deletras. Die we hier al gelijk aanvallen aan die binnenkant. En die aanval is geslaagd. De volgende heet dan Nicolas Latifi. En kunnen we hier dan misschien passeren? Nee, want hij gooide het gat dicht. Dan hier aan de buitenkant proberen. Lukt dat dan wel? Jazeker. Betere tractie hebben. En een mooi via de buitenkant gepasseerd. Zo doen we dat. Dat is goed om te zien. Grosjean kunnen we dan net niet aanvallen. Maar we zitten er wel dicht op. Dat lukt helaas hier niet, want hij verdedigt scherp. Dan hier dan aan die binnenkant proberen hem laat inremmen. Grosjean moest daar even van zijn gas af, anders had hij een probleem. De volgende heet dan Giovinazzi. Mooi aan die buitenkant geplaceerd bij bocht nummer 1. Dat is goed om te zien. Het is inmiddels P8. De volgende heet Nick de Vries. En we moeten onze overtakeknop gaan gebruiken. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Daar hebben we dan Nick de Vries. Nou, hij blokkeert hier ons wel. En een momentje overstuur. Dan vallen we hier hem hier aan de binnenkant. Laten we hem gewoon uitrollen. En Nick raakt de muur. De Vries heeft de muur geraakt. Een soort van wraakactie van ons op hem. En hij staat daar stil bij de tunnel. Nog steeds sta ik hele vlak en we gaan ronde nummer 11 alweer in. En Nick de Vries is gedisqualificeerd. De Vries is gedisqualificeerd van de wedstrijd. Jammer voor hem. Magnussen mooi via de buitenkant gepasseerd. Dat doen we toch maar eventjes. Heel goed gedaan. Ik denk omdat Nick gedisqualificeerd is, de oorzaak, hij stond te lang stil op dat punt. En daardoor is hij dus gedisqualificeerd. We zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. En daar hebben we dan Danique Fiat in ronde nummer 12. Verdedigt hij wel scherp, maar wij kijken hier aan die binnenkant. Laten hem uitrollen.
En P2 is van ons. De volgende heet dan Lando Norris. Die aan de leiding rijdt, maar die moet nog gewoon naar binnen. Hetzelfde geldt voor Kvyat en Magnussen. Bottas is naar die softbanden gegaan. Einde ronde nummer 12. En Lando Norris duikt naar binnen. Wat betekent dat wij de leiding weer in handen hebben van de grote prijs van Singapore. Dat is goed om te zien. En we zetten ook de snelste race ronde neer met een 1.40.326. Mooi gedaan. Het is pas ronde nummer 13 van de wedstrijd. We moeten nog veel ronden. Dat weet ik wel. Ronde nummer 20 alweer. 7 ronden later. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. We gaan naar de softbanden. We gaan een gokje wagen. Omdat Bottas dat snelste racerondepunt in handen heeft. Wil ik dat graag verbeteren. Maar dat kan niet bij deze medium banden. Want deze banden zijn er ja, eigenlijk zo goed als aan. Want ik voel het gewoon met de tractie. Dus we gaan naar de softbanden. Het is een risico omdat de bandenslijtage hier hoog is. En er zijn nog maar 10 ronden te gaan in de wedstrijd. Auto maar net genoeg afgeremd. Maar dat is gewoon goed. Bottas heeft gewoon een achterstand van een halve minuut. En Norris gewoon bijna 43 seconden achterstand. Ik wou 40 zeggen, maar het is 42. Dus niet 40, maar ongeveer 43. Deze pitstop is ook snel. 1,9 seconden. En we komen weer terug als leider in de wedstrijd weer de baan op. Met nog 10 ronden te gaan in de wedstrijd. Bottas heeft dat snelste racerondepunt in handen. En dat gat is nu gewoon 5,9 seconden. 4,9 seconden. Huh? De pitwindow gaat open en we duiken naar de medium banden, zegt Jeff. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat gaan we dus niet doen. We gaan gewoon naar naar huis rijden. Dat bedoel ik. En dan gaan we zo meteen alweer de laatste delen van de wedstrijd dan weer in. Overteken op meer gebruiken, zegt Jeff. Ronde nummer 27 is het inmiddels. Maar Valtteri Bottas heeft dat gat gewoon gedicht. Die zit er volledig op. De druk is gewoon groot. Bottas doet een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Heeft die leiding ook te pakken, maar wij remmen daar veel te laat eigenlijk. Maar we hebben toch die bocht gepakt. En gered. En Bottas nog steeds naar P2. Het is daar geel bij sector 2. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is een McLaren. Is dat Carlos Sainz? Dat is Carlos Sainz. Carlos Sainz uitgevallen. De tweede uitvaller van de dag. Eigenlijk de eerste, want ja, Louis de Letras. Of Nicolas Latifi, ik weet het eigenlijk al niet meer. Die was dus gedisqualificeerd. Ik weet niet wie. Ik weet alleen dat iemand gedisqualificeerd was. Maar ik weet niet meer wie dus. We komen dus bij dat gele punt aan. En Bottas mag hier dus niet aanvallen. Gele vlag. Wat doe je, Bottas? Wat doe je? Ken jij de regels wel? Je mag daar gewoon niet inhalen. En wat doet hij? Hij haalt aan mij in. Dat mag niet. Dus die positie hebben we gelijk weer teruggenomen. En we mogen weer racen. We zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd alweer. Nog 2 ronden te gaan. De banden zijn wel langzaam aan het verslijten. Dus we moeten voorzichtig doen met de tractie in deze banden. Rood in sector 1. 1,9 seconden was dat? Denk ik, weet ik niet zeker. Langzamer. Of het was 1,5 of 1,6. Waar is George Russell? Die stelt teleur. Die stelt gewoon enorm teleur. Is hij dan van de soft naar de medium naar de harde banden gegaan? Terwijl Bottas daar een aanval doet via die buitenkant. Maar dat lukt niet. Want wij verdedigen daar gewoon scherp. Even terug naar George Russell. Ik denk dat hij gewoon ja, de perfecte strategie eigenlijk heeft gedaan. Van de soft naar de medium naar de harde banden.
En dat heeft hem gewoon pijn gekost. En ik denk dat daarmee het kampioenschap gewoon beslist is. Wij worden in ieder geval denk ik constructeurskampioen. Maar ik denk nu ook coureurskampioen. We pakken de dubbel denk ik in Singapore als we dit zo volhouden. Maar Bottas zet gewoon enorm veel druk op ons. Kijk daar naar die buitenkant. Heeft een betere exit. Nou. Nee, maar hij kan hier achterlangs kruisen. En dat doet hij ook. Met nog 200 te gaan pakt George, Jezus Christus, pakt Valtteri Bottas de leiding in de wedstrijd. Ik ben dat zo gewend dat het George Russell is. Omdat we zoveel gevochten hebben dit seizoen. Dus vandaar die fout. We pakken wel de leiding mooi terug in ronde nummer 30 alweer. Bottas zit te kijken. Kijkt hier naar die buitenkant en raakt ons gewoon op het achterwiel. Kruist daar achterlangs. Heeft een betere exit, maar wij gooien onze overtakeknop aan. Bottas heeft de leiding veroverd, maar wij remmen wat later dan de Finn. Hij heeft volgens mij vol vleugelschade. En we moeten het gewoon voorzichtig aandoen. En dan rijdt Bottas hier gewoon weer op onze achterkant. Bottas heeft wat met onze auto vandaag. Rijdt gewoon twee keer op onze achterkant. Wat gewoon niet oké is. Krijgt er geen waarschuwing voor. Maar ik merk nu wel dat hij het lastig heeft. Terwijl we onze eerste track limits waarschuwing van de dag krijgen. Bottas heeft dus een probleem. Voorvleugelschade moet dus ook gewoon naar binnen. Laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs. Daar gaan we dan voor de laatste keer in Singapore over start-finish. Wij zijn dus wereldkampioen in seizoen 4. Coureurs en constructeurs, we maken de dubbel hier. Geweldig gedaan. We zijn een tweevoudig wereldkampioen met coureurs en constructeurs. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Rusland. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers' Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport.
De raceuitslag van de grote prijs van Singapore. 35e wedstrijd pakken ook een snel punt. Charles Leclerc naar P2, Lando Norris naar P3 en Russell naar P4. On those opportunities, and he did so with a lot of skill. I know that's at odds with the official decision, but I think they deserve some recognition on a day where both of these drivers are at the top of their game. Ik weet niet wie er driver of the day werd. Wij zijn dus wereldkampioen bij de coureurs, 111 punten verschil naar George Russell. En bij de constructeurs, want Mercedes heeft gewoon een achterstand van 239 punten. Wat betekent, de dubbel is officieel een feit in aflevering 48. Super gedaan. Nou, we gaan dit feest dus lekker vieren met het team. Deze aflevering zit er alweer op, mensen. Heb jij genoten van deze aflevering? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Beloon het dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Greenwood content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Hier nog even. Ja. De standen. Coureurskampioen. Constructeurskampioen. En de resultaten zijn gewoon verbluffend. Telkens op het podium gestaan deze wedstrijden. In seizoen 4. Dat is gewoon knap. Russell ook bijna steeds op het podium. Dus dat is gewoon. Ja. Supergoed. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen. En tot de volgende keer. In Rusland.